John, er is een soort van bevestiging gekomen dat Marco Ebbe overleden is in Mexico. Wat heb jij tot nu toe gehoord? Nou, de bevestiging komt van familie, van met name zijn vader. Die heb ik gesproken het afgelopen weekend. En die is heel stellig dat hij ervan overtuigd is dat zijn zoon niet meer leeft. Marco Ebbe had een Russische vriendin die naar Mexico zou zijn gereisd. En hem daar afgelopen weekend in een mortuarium heeft geïdentificeerd. Hij zou een kogelwond in zijn hoofd hebben. En hij zou dus niet meer leven. Ja. Dat is de kant van de familie. De officiële bevestiging, want dat moet ik er ook toch heel nadrukkelijk bij zeggen, is er nog steeds niet. Er is geen officieel overlijdensakte bijvoorbeeld. Of andere fysieke bewijzen dat dit zou kloppen. En de politie gaat er daarom toch ook nog altijd wel van uit dat er mogelijk sprake is van een truc. Van de zijde van Ebbe of van zijn familie. Hij wordt natuurlijk wereldwijd gezocht. En dat dit een manier zou zijn om onder de radar te verdwijnen. Om in de anonimiteit te laten verdwijnen. Dat is iets waar de politie toch altijd nog rekening mee houdt, ja. Een Nederlandse crimineel die wereldwijd overal opduikt. Rusland, Mexico. Het is een heel bijzonder verhaal. Deze man die is nog relatief jong, hè? Hij is 32. Die heeft in drugsbendes gezeten, criminele organisaties. Is uiteindelijk, toen hij gezocht werd door de politie, is hij in Rusland terechtgekomen en naderhand in Turkije. Daar zou hij in het voorjaar nog betrokken zijn geweest bij een schietpartij. Gewond ook zou hij daarbij zijn geraakt. En toen is hij op een Russisch paspoort, is het verhaal, naar Mexico vertrokken. Nou, ik ben toevallig zelf afgelopen maand in Mexico geweest. Ook in gebieden waar echt een heftige drugsoorlog gaande is. Ja, eigenlijk, het is een oorlogsgebied. En dat je daar dan naartoe gaat en je dan ook voegt bij een van de strijdende partijen, vind ik wel heel apart, moet ik zeggen. Waarvan je weet dat het geweld echt niets ontziend is. Dat is gruwelijk daar. Ik heb daar zelf ook weer op crime scenes gestaan bij aan stukken gesneden lichamen. En ja, op het moment dat je daar betrokken raakt bij die oorlog en je raakt in handen van de verkeerde partij, ja, dan kan je zomaar zonder hoofd bungelend aan een brug eindigen. En Marco Ebbe heeft zich dan aangesloten bij een gewapende groep. Een groep die ruzie heeft met de groep van El Chapo. Zou in een hinderlaag zijn gelokt, schietpartij geweest. En uiteindelijk zou die daar dan bij het leven hebben gelaten, is het verhaal. Maar nogmaals, zonder dat je niet echt het onomstotelijke bewijs hebt, houdt de politie in ieder geval nog altijd de slag om de armen. Ik heb met zijn vader gesproken en die is wel vrij stellig. Maar ook hij kan nog niet het onweerlegbare bewijs leveren van leven of dood van Marco Ebbe.